أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فريزا met jullie allen. In de komende paar minuten wil ik samen met jullie reflecteren op een antwoord op de vraag die ik de afgelopen dagen vaak heb gekregen. Namelijk of het toegestaan is voor een moslim om wel of niet te gaan stemmen. Zo ja, op wie moeten we gaan stemmen? Maar alvorens ik deze vraag ga beantwoorden, of inhoudelijk ga beantwoorden, wil ik eerst teruggaan naar de basis van ons geloof. Want ik geloof dat wanneer wij de basis goed begrijpen, dat we ook in staat zijn om het antwoord op deze vraag beter te begrijpen en vooral beter te implementeren in ons dagelijks leven. De basis van ons geloof is hadith Jibril. Dat is een hadith waarin Jibril naar de profeet alayhi salatu wassalam kwam en hem drie belangrijke vragen stelde. Ontzettend belangrijk. Hij zei tegen hem: wat is islam? Als een onderdeel van het geloof, hè, van onze dien. Wat is islam? Wat is al-iman? En wat is al-ihsan? De profeet zei islam en hij noemde de vijf zuilen. Of gaf als antwoord al-islam en hij noemde de vijf zuilen van onze dien. En toen hij antwoord gaf over al-iman, gaf hij de zes pilaren aan van al-iman. Geloven in Allah, geloven in de boeken, in de engelen, etc. En toen hij antwoord gaf over al-ihsan, zei de profeet alayhi salatu wassalam dat al-ihsan een toestand is, een houding die een gelovige dient aan te nemen en bewust dient te zijn van de goddelijke aanwezigheid. Zo niet, dan in ieder geval ervan bewust zijn dat Allah subhanahu wa ta'ala diegene ziet. Wanneer we kijken naar al-islam, dan zien we dat al-islam dus eigenlijk meer de praktijk is van ons geloof. Dat zijn de handelingen die we verrichten, de rituelen, de voorwaarden die daarmee gepaard gaan, zoals wudu, onreinheden, najasa, etc. Dus dat is meer de uiterlijke kant van ons geloof. Wanneer we naar al-iman gaan kijken, al-iman is geloven. Het is niet iets wat we kunnen zien of iets wat we doen. Het is een proces. Je denkt daarover na, je bent ervan overtuigd. Dat is een rationeel proces. Je gelooft ergens in omdat jij dat hebt begrepen, omdat je tot een bepaalde conclusie bent gekomen. Dat is wat al-iman is. En daarom geloof je in zaken die je nog niet hebt gezien of die je niet waar hebt genomen. En al-ihsan is dus de houding van bewustzijn dat jij Allah Azza wa Jalla ziet, dat je ook ernaar handelt. Je stelt Allah Azza wa Jalla centraal. Nu gaan we terug naar de vraag: mag je wel of niet stemmen? Wanneer we deze vraag stellen, is het ontzettend belangrijk om onderscheid te maken tussen die drie perspectieven. Wanneer je mij deze vraag stelt, stel je die vanuit aqida perspectief? Zeg je daarmee, mogen we iemand anders erkennen, als wetgever erkennen, naast Allah subhanahu wa ta'ala of buiten Allah subhanahu wa ta'ala? Het antwoord daarop is heel simpel en daarin bestaat geen meningsverschil over. Alle geleerden zijn het erover eens dat een gelovige van binnenuit dient te geloven dat er maar één wetgever is, en dat is Allah subhanahu wa ta'ala. En dat de macht van Allah azza wa jalla absoluut is en dat er niets en niemand dezelfde macht kan bezitten. Dat is wanneer het gaat om macht als concept, als goddelijke eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar vanuit die wil, vanuit die irada, vanuit die qudra, vanuit die macht, heeft Allah subhanahu wa ta'ala de mensheid bepaalde ruimte gegeven om onderlinge afspraken te maken. Ik zeg nu niet hiermee, zeg ik niet dat wij democratie of welk systeem dan ook zouden moeten accepteren of moeten omarmen. Voor alle duidelijkheid. Ik heb het puur over de theologische kanten, namelijk dat wij geloven in de absolute macht van Allah subhanahu wa ta'ala. Doe je dat niet, dan heb je een probleem met jouw geloof. Op het moment dat we deze akide kwestie even aan de kant zetten en naar het handelen van moslims in het algemeen en voor minderheden in het bijzonder, moslims in niet-islamitische omgeving. Wij leven hier en wij houden ons aan de regels, aan de wetten en regelgeving van het land waarin wij leven. Dat is ook een islamitisch principe. Dat Allah Azza wa Jalla ons verplicht om onze beloftes, om onze afspraken na te komen. Dus de vraag of je wel daar niet aan houdt, is irrelevant, omdat je hoe dan ook aan die regels dient te houden. Wil je dat niet, dan moet je je koffers inpakken en het land verlaten. Klinkt heel radicaal wat ik zeg, maar dat is wat het is vanuit het islamitisch perspectief. Mag je niet stelen, mag je niet bedriegen, je mag niet van de principes afwijken en ben je niet meer in staat om je geloof te belijden, dan zou je het land moeten verlaten.
Dus wanneer het gaat over deze specifieke context van moslimminderheden die hoe dan ook aan de wet en de regelgeving dienen te houden, dan gaan geleerden met elkaar in gesprek, in discussie over dit element. Is het voor moslims in deze context toegestaan, verplicht, afgeraden of neutraal in die zin van mubah? Ze mogen het doen, maar ze mogen het ook laten. Of is het verboden? Kijk, op het moment dat je dus met deze vraagstukken te maken hebt, dan is het belangrijk om niet enkel en alleen naar de tekst te gaan. Want als er een duidelijke, eenduidige tekst te vinden is, dan zou je geen discussie met elkaar moeten voeren. Maar zolang geleerden met elkaar in gesprek gaan, dan betekent dat dat er geen specifieke bewijs is waarin staat dat stemmen haram is. Zo simpel is dat. Dus... En geleerden gaan met elkaar in gesprek. Sommigen halen de versen waarin Allah azza wa jalla zegt: وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Drie versen. Wie niet de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala implementeert of met iets anders regeert dan de wetten van Allah subhanahu wa ta'ala, dan zijn kafirs, zijn zalims, onrechtvaardige mensen en fasiq, iemand die zonde begaat. Maar het interessante is dat geleerden hierover in discussie gaan, aangezien deze versen in de context van Banu Israël zijn geopenbaard. Dus het gaat hier over de Torah en in hoeverre dat ook voor de moslims, dat voor moslims van toepassing is. Maar anderen halen ook bijvoorbeeld het verhaal van Yusuf alayhi salam, is natuurlijk minister van Financiën geworden en heeft een hele belangrijke positie bekleed. En dat wordt heel duidelijk en mooi beschreven in de Koran. En de Koran verwijt het niet of zegt niet van dit hoort niet of dat is een uitzondering of dit geldt alleen maar voor Yusuf alayhi salam. Dus een hele interessante discussie. Maar waar ik naartoe wil gaan is dat hedendaagse geleerden vooral naar de context kijken. En als we kijken naar de context van Nederland, dan zien we dat het ontzettend belangrijk is, noodzakelijk is om ons te verenigen, om iemand te hebben in de Tweede Kamer die de stem kan vertegenwoordigen, die voor moslimbelangen kan opkomen. We hebben nu dat ook gezien met Palestina, dat er eigenlijk een heel select groep is in de Tweede Kamer die voor hen durft op te komen en voor hen durft op te nemen. Een heel select groep eigenlijk. En daarom is het belangrijk dat we meer mensen gaan hebben die voor rechtvaardigheid gaan omkomen, die niet alleen voor eigen belangen daar staan, voor eigen idealen en die het menselijke leven niet respecteren, menswaardigheid niet hoog in het vaandel hebben, dat we die mensen gaan vervangen met betere mensen die wel aan de mensheid denken, die iets de wereld stuk willen mooier willen maken. Mensen die niet alleen maar verderf zaaien, haat zaaien, et cetera. En vanuit die kennis die wij hebben van de realiteit, we zien natuurlijk dat hoogstwaarschijnlijk de overgrote meerderheid vooral rechts zal zijn. Dan heb ik het specifiek over VVD en PVV. Ja, en we kennen allen de standpunten van de VVD en de PVV en anderen die in hun voetsporen treden. Dan zouden we eigenlijk bewust moeten zijn van het idee dat het ontzettend belangrijk is om deel te nemen. En dat het ontzettend belangrijk is om iemand, een vertegenwoordiger te kiezen die ons daar kan vertegenwoordigen. Soms kan één stem het verschil maken. En als je 4 of 5 of 6 zetels hebt, dat ontzettend het verschil, dat zeker het verschil kan maken. Dus ik denk dat het belangrijk is om vanuit die hoedanigheid de conclusie te trekken dat er wel meningsverschillen hierover bestaan, maar de overgrote meerderheid van hedendaagse geleerden zijn van mening dat je dit als een middel mag gebruiken om voor mensheid op te komen, om voor alle burgers op te komen, om voor je eigen principes op te komen. Er zijn heel veel zaken die voor ons belangrijk zijn. Denk maar aan man-vrouw verhouding, de traditionele status van het gezin, wat ook onze kinderen op scholen krijgen als onderwijs. Klimaat, dat zijn allemaal onderwerpen, maar ook economie. Hè? Dat zijn allemaal onderwerpen die ons ook aangaan. Maar voor nu, denk ik, is het belangrijk om even te kijken naar de mensen die het oké vonden, die het normaal vonden om kinderen in Palestina te doden, of mensen die voor hen opkwamen. Je hebt ook mensen die hun mond hebben gehouden. Die zie ik ook persoonlijk als laf. Iemand die niet voor zijn principes durft op te komen. Maar we hebben, alhamdulillah, mooie mensen gezien die duidelijk waren in de statements die zij maakten, de meningen die zij verkondigden. En die verdienen wat mij betreft een kans, verdienen wat mij betreft steun
om ze een boost te geven, om nog meer hun best te doen om voor de moslims, voor de gelovigen, maar voor alle mensen die onderdrukt worden, minderheden, om voor hen op te komen. Het is natuurlijk een verantwoordelijkheid en ik hoop dat ze erin slagen om die verantwoordelijkheid serieus te nemen. Ik ga zeker, inshallah azawajal, als ik nog leef, en als Allah azawajal mij in de gelegenheid stelt, ga ik zeker stemmen, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ik zal ook mijn directe omgeving inspireren en motiveren en stimuleren om te gaan stemmen, inshallah ta'ala. En mijn stem gaat naar degene die voor Palestijnen is opgekomen, die ook in staat is om te ontwikkelen, om te groeien, om de eenheid te vormen, om de principes van gelovigen in het algemeen en van moslims in het bijzonder te respecteren en daarvoor op te komen. En mijn stem gaat naar die mensen. Ook als een signaal naar alle partijen die de moslimstem jarenlang hebben misbruikt. Ook als een signaal dat de moslims nu wakker worden. Dat ze niet meer misbruikt kunnen worden voor eigen agenda of voor eigen gewin. Dat wilde ik met jullie delen. Dus heel kort samengevat. Is toegestaan om te stemmen. Zeker in de context waarin wij leven is het ontzettend belangrijk. Sommige geleerden zeggen dat het misschien zelfs verplicht kan zijn. Zo niet, dan is het zeer, zeer aangeraden om te gaan stemmen, inshallah, azawajallah. Want daarmee draag je bij aan de oplossing. Aan het beschermen van jouw vrijheden, jouw geloof, jouw principes waar jouw kinderen aan moeten vasthouden, inshallah ta'ala. En op wie? Ik heb het net al gezegd. Op degene die voor mij opkomt, op degene die het niet oké vindt en niet accepteert dat er kinderen in Gaza worden gedood. Jazakumullahu khair voor het meekijken. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.